Dan zeg ik, die ken ik. Dan is er weer een punt gescoord in spelletje Wie ben ik? Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Wie ben ik? Elke week zijn ze trouw, jaar in, jaar uit. Dames en heren, André van Duin. Goedenavond. Ron. Yes, je kijkt me zo aan. Ja. Met een paar ogen. Ja, duifje. Verwachtingsvol. Ja. Je wil graag dat ik vertel wie ik bij me heb, hè? Uit eigen werk. Nou, ik heb vanavond twee fantastische acteurs bij me. Een jonge vrouw en een jonge man. Ik zal het maar vast verklappen. Ik heb aan mijn linkerzijde heb ik Annette Barlo. En hier zit Fred Vaassen. En u kent ze allebei uit de serie Oppassen, die ook al een hoop jaartjes loopt dan, hè? Ja. Hoeveel jaar? Zeven jaar. Zeven jaar. Ja. Goedenavond. Ja. Let je even niet op. Ja. Ja. Is Oppassen al zeven jaar. Waar zit het geheim in? Ik denk omdat het wel herkenbaar is voor iedereen. Het is een doorsnee gezin met die heerlijke opa's. En met jou. Heel lekker. Goed. De Chinese astrologie heeft ons weer iets verteld over onze beide gasten. Ik begin met Fred. Volgens de Chinese astrologie is hij een volbloed paard. Yo. Paarden zijn kleurrijke en schilderachtige mensen. Want beroemde paarden, en jij past wel in een zeer illustre rijtje... Rembrandt, Jan Toorop en Nelson Mandela. Hey, Huisman. Nee. Hey. Heel beroemde paard. Jij bent in de war met Snuitje. Oh, Snuitje. Nee, Snuitje. Hennie is... Dat is hetzelfde. Nee, Hennie is een schorpioen, geloof ik. Het is een prima week, Fred, om de teugels wat te laten vieren. Dan zul je zonder problemen elke hindernis kunnen nemen. Vergaloppeer je echter niet, want daarvoor moet je oppassen. Een adviesje van de sterren. Ja, we doen het heel erg tegen, Annette, je hoort het wel. Ja. Wanneer je tegenstanders het hoogste lied zingen... zul je het succes oogsten wat je verdient, Fred. Vanavond kan het niet fout gaan. Annette, ik ga even een boekje over jou open doen. Je werd geboren op 8 november 1974. Is dat niet wat laat? Nee, hoezo? Je bent volgens de Chinese, het Chinese systeem ben je een tijger. Klopt dat? Ja. In hoeverre? Geen idee. Ron, ander programma. De tijger besluit omzichtig haar prooi om dan genadeloos toe te slaan. Ga je met een tijger in gevecht, zul je van goede huizen moeten komen... om ongeschonden uit haar klauwen te blijven. Het beste voorbeeld is wel Iwan de Verschrikkelijke, we kennen hem allemaal... die ook een tijger was. Nou, tijgers kunnen echter ook zeer sexy zijn, klopt dat? Kent hij mij al? Ja. Nee. En hebben een groot komisch talent. Ja, helemaal waar. Marilyn Monroe en ook Louis de Funès waren tijgers... En een adviesje van de sterren, durf eens de ander wat vragen te stellen... zodat je wat meer inzicht krijgt in jezelf. Dat is wat betreft Annette. Aan mijn linkerzijde Annette en rechts Fred Vaassen. Annette Barlo. Yes! Fred. Goedenavond. Hartelijk welkom. Heel erg oppassen, hoor. Ja, ja. André, je lacht heel erg triomfantelijk. Ja, ik heb... Nou, want ja, daar zit jij niet mee met zo'n sterk team, heb ik het idee. Nou, zit er niet mee, maar ik heb natuurlijk wel een erg sterk team. En ook een... Wij zitten namelijk... Ik zit in de klassieke hoek. Ik voel mij ook toe thuis, joh. Omdat ik zelf natuurlijk ook een klassieke opleiding heb. Ja? Waar is dat mis? Klassieke opleiding? Ja, ja. Ja, ik heb nog zo'n heel ouderwetse tikmachine leren typen. Ja, Mulo met wiskunde. Goed. Ja, ik hoef ze nauwelijks voor te stellen, dames en heren. Maar ik ga het toch even doen, want het hoort nou eenmaal zo. Het heerschap dat hier naast mij zit, behoort tot, behoort tot beroemde telgen. Want op vocaal gebied is hij de koning van de Belgen. Op dagen dat hij vrij heeft, doet mijn buurman nog niet niets. Want dan staat hij te zwoegen op de trappers van zijn fiets. Want je bent ook een fiets, fietsfanaat, hè? Ja, ja, ja. Waarom doe je dat? Om, is dat voor de conditie of gewoon om te winnen? Of omdat je het leuk vindt? Omdat ik het leuk vind en voor de conditie. Ah, alle twee. Twee in één. Voor wie het Vlaamse land niet kent, het is daar heuvelachtig. Dat is voor de fietser niet zo leuk, maar voor de kijker prachtig. Wanneer hij Surinaamse zou zijn, dan was hij gek op Rotti. Komt-ie? Hoe kom je erop? Oh. Nou, maar zit wel Helmoet. Originist. Heel, ja. Heel, ja. Hoe kom je erop? Ja, nee, ga door, André. Ga door. Oh, de laatste zes jaar wordt het wat minder, hoor. Ik vind het fantastisch. Jullie hebben geen idee wat er nu komt. Ja, nee.
Wanneer hij Surinaam zou zijn, dan was hij gek op Rotti. Ja. Ja. Daar komt hij. Dit was een woord dat lekker rijmt. Applaus voor Helmoet Hollandia. Serieus televisie. Ik weet niet dat je dat niet weet. Ja. Nee. Sprotty. Maar, nee, Sprotty. Wat botty? Het heerschap. Het heerschap aan mijn andere zij beheerst ook het notenspel. En zijn bepaald sonor geluid is goed voor kippenvel. Voor zowel voor ons als voor de kippen natuurlijk. Ja, want ik las ook. Heb je ook gelezen? Dat, nee, jij ook gelezen dat, dat ze kippen tegenwoordig aan de leg krijgen met klassieke muziek in die hokken? Ja. Dus, bij en daar gaan ze. Hebben we niet gezien? Waar stond dat in? De Zondagskrant? Nee, gewoon in. Ja, die lezen niet. Dus ijsprong bevorderend. Ijsprong bevorderend. En hij was bijna elke keer het beste paard van stal. Als u hem vraagt wat hij verdient, maakt hij een blij gebaar. Want hij werkt bij Jo van Dende. En antwoord met een grote grijns: een bariton per jaar. Ja, ja. Ja, ja. Het is een talent, hè? Ik vraag u om een warm applaus voor wie hier naast mij zit. Want was niemand... die Engels, dan zei die shit. Dat rijdt weer lekker op. Helmoet Lotti dan! Ja. En een Darius Smit. Ja. Je hebt het niet meer in de hand. Nee, op een gegeven moment loopt het weg. Nee, ja. Ze lopen een beetje... Als captain moet je het in de hand houden, Dre. Nou, hoor hoe stok ik. Ja. Hoor hoe stok ik. Wat een bende daar aan gelopen. Wacht maar af. Hier. Goed, nou, ik ga het wel proberen om het in de hand te houden. We gaan naar de eerste ronde. Even spieken. Helmoet, jij mag als eerste op de knop drukken. Weet je hoe het gaat? Ja, het spel? Ja, tuurlijk. Ik heb het nog helemaal uitgelegd. Ik zal het ondergaan. Oké. Nou, neem je pen in de hand, want je krijgt nu 3 aanwijzingen die op jou slaan. Hij gang. Komt ze maar. Komt ze maar. Je voelt je niet snel in de steek gelaten. Maar je bent dan ook een getapte jongen. Annette? En alles wat je doet, heeft gevolg. Ja. Mooi. Ja. Ga je gang. Je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk vragen te stellen. Ben ik een man? Aan wie vraag je dat? Ron, ben ik een man? Ja, je bent een man. Een man. Annette, leef ik nog? Ja. Fred. Fred, besta ik echt? Je besta, ja. Ik besta. Ben ik al oud, Annette? Wat ben je? Oud. Oud. Ron, ik ben geen mythisch figuur. Nou, dat nog net niet. Nog net niet. Maar je bestaat al geruime tijd. Ja. Ah ja. Ja. André. Ja, wat wil je? Nou, ik zou graag willen dat je op de knop drukt. Hè. Ik doe. Oh. Ik doe. Nou, we doen het nog een keer. André. Na 8 seizoenen? Nou, het is de leeftijd, hè? Ja, hij staat. Het gaat toch minder, hè? Ja, hij staat. Laat staan. Nou krijg je hem niet meer naar beneden. Nee. Dat is ook knap op die leeftijd. Komt u maar. Oh, dat wist je niet. Oh, dat wist hij niet van dit programma. Oké. André, ben je er klaar voor? Ik ja. Ja, nee, grapje. Is hij er klaar voor? Je bent een absolute hoogvlieger. Je bent een hoogvlieger? Een hoogvlieger. Rustig maar. Het net een hoogvlieger. Hoogvlieger. Hoogvlieger, ja. Je hebt een hekel aan desillusies. Hekel. Hekel aan des. Illusie, ja. Dubbel L. Ik vind je een beetje afgezaagd. Sorry, afgezaagd? Afgezaagd. Ja, ik vind je afgezaagd. Jij vindt me afgezaagd. Ja. Met een D. Je bent afgezaagd. Wat hebben we toch gezellig, hè, met mijn kant. Ik ben gewoon vlieger. Hekel aan desillusie. Ben ik hoogvlieger? Heb ik met vliegen te maken, Fred? Nee, je hebt niet met vliegen te maken. Zit ik wel in de lucht, Ron?
Ja, soms. Zweven, ben ik een bestaand van mensen, van vlees en bloed mens? Ja. Ik zit soms in de lucht, maar ik ben geen vlieger. Ben ik een... mensen vloeit ook. Welk mens? Gewoon hard op denken. Ja, dat doe ik. En voorbij is het. Ernst, je kan het. Ja, kom maar. Oké, hier komen we jou aanwijzen. Fred. Je bent ruim behuisd. Ruim behuisd. Ja. Ja. Ruim behuisd. En vroeger was je al een dotje. Een dotje? Vroeger. Ach, je bent eigenlijk nog steeds een engel. Oh, dank je. Ja. 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 Ben ik een man of een vrouw, Fred? Je bent een vrouw. Een vrouw? Een vrouw. Hey. En leef ik nog daarom? Zo. Een erg levendige vrouw. Ja. Erg levendige vrouw. Ja. Zit ik in het publieke leven? Ben ik bekend? Nou. Wacht even, dat zijn twee dingen. Ben ik bekend? Ja, tuurlijk, ja. Ja? Ja, anders zou je het niet kunnen raken. Heel bekend. Van tv? Ja. Ja. Ook. Goed. Helmoet, nu komt het moeilijke moment. Je moet een schot voor de boeg geven. Nog één gokje wagen. Ik heb een... Je enig idee wat je bent. Wie je bent. Ik heb er echt geen flauw idee van. Maar je mag wel wat zeggen. Ik moet gokken. Ja, je moet, we zouden wel leuk vinden als je iets zou zeggen. Koning Albert. Nee, maar... Je krijgt toch een oeh. Wat oeh? Ja, dat betekent dat je ergens ben je warm. Ja, je bent een beetje warm. Ergens in de buurt. Ja. Ergens ben je in de buurt warm, zeg maar. André, nu jij? Ben ik een man die vliegt? Ja. Wubbelokkels? Ja, wubbelokkels, zeg hij. Wubbelokkels? Nee, je bent het niet. Ernst Daniel. Ik ben ruim behuisd. Ik zoek dat maar hier. Nee, Ernst. Zit ik... Nee? Nou, gedoe ze gooien. Allemaal echt dus. Pamela Anderson? Nee, ruim behuisd ook. Zo ruim ben niet. Ruim behuisd. Nee. Geen grote stembanden. Nee. Niet geserre. Aanwijzingen. We gaan naar de aanwijzingen. Helmoet, het eerste voorwerp is voor jou. Kijk maar. Stoppen en dan even aan de kluisje. Het was kort, maar heel hevig. Heerlijk. Helmoet, dit was voor jou. Maar ik krijg nog een aanwijzing bij van Fred. Daarna moet je echt zoveel mogelijk gaan vragen. Oké? Okay? Je bent geregeld als een toeter. Geregeld als een toeter? Ja. Ben ik een soort van carnavalsfiguur? Ja. De een zegt wel, de ander zegt... Annette, ben ik prins carnaval? Op. Ja. Ja, ik vind dit niet grappig, want hij heeft niks met onze koning te maken. Hè? Nee, maar hij heeft prins, prins. Nee, maar Helmoet, hoe kom je daar nou zo snel op? Ja, ik heb gegokt gewoon. Ja? Ik was helemaal in paniek, dus ik dacht, ik ga ervoor. Ja? Je gaat ervoor. En je had het goed. Goed. Het is pech. Maar... Nee, helemaal niet leuk voor jou, André. Nee, geweldig. Je bent lekker op weg. André, hier komt jouw voorwerp. Yes. Hier is Claudia. Oh! Ik dacht dat Claudia zou komen. Het is, hè? Hier is Claudia. Hallo, Claudia. Ja. Een vallend konijn. Oh, die Claudia, hè? Ja, dit is Claudia het konijn. En die komt ook onvoorspelbaar langs wippen.
Yes. Onvoorspelbaar. Ga je gewoon langs wippen. Claudia komt langs wippen? Mm-hmm. Konijn. Ja. Een zwevend konijn, Claudia, een hoofdvlieger. Er zit een heleboel in, hoor. Heel veel aanwijzingen. Maar ik bevind mij in de lucht. Nee. Niet per definitie. Met bomen te maken, afgezaagd? Nee. Oh, maar ik dacht dat ik net in de lucht. Geen boom. Ja, maar een konijn. Ik kom als konijn. Maar ik ben geen dier. Nee. Maar ze was een mens. Maar jij hebt er mee te maken met konijnen. Ik heb met een konijn te maken. Ja, en ook met Claudia. En met Claudia. Wij hebben samen een konijnenfokkerij. Ja! Dat weten wij niet. Het zou ons... Nee. Een konijn komt dat denken wij niet, dat jullie samen... Paashaas, is in die richting? Nee. Is het al Pasen nu? Nee, is nog geen Pasen. Nee. Je bent niet seizoengebonden. Nou, ik begrijp er niets van. Ik heb geen enkel aanknopingspunt. Nou, zeg ik heb hekel aan... Fred, heb jij nog iets voor André? Kleinigheidje. Niet te veel, Fred. Jij wint bijna overal doekjes om. Oh, ik ben een goochelkonijn. Claudia? Hans Kazan, een goochelkonijn. Schiffer, Claudia Schiffer. Claudia Schiffer? Van de meeste Dave Copperfield. Ja! Weer die Belg. Ja. Ja. Hou hem in de gaten. Ja, hou hem in de gaten. Ik zeg niks meer. Jawel, natuurlijk, jongen. Teamwork. Teamwork. Heel je was David Copperfield. Goed. Ernst. Mag ik Ernst? Moet ik Ernst Daniel zeggen? Ernst. Nee, wacht nou even. Jouw voorwerp. Kijk dan. Raambehuist. Au. Ik ben Rijn de Haast. Ik heb een kasteel. Waar vroeger geschermd werd of zo, ben ik iemand uit de hand. Vraag aan iedereen. Au, Marcelet. Je bent een vrouw. Ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw van TV. En bekend van TV met schermen. Ja, Ernst, ik hoor je helemaal hard op nadenken. Ik krijg nog een aanwijzing. Hij is moeilijk. Hij is heel dit moeilijk. Was een uitdagende aanwijzing. Ja, dat was een hele uitdagende aanwijzing. Ga je gang, Ernst. Je tijd gaat nu in. Ik ben een vrouw. Woon ik echt ruim behuisd? Of is dat, moet ik dat anders interpreteren? Nou, nee. Nee, dat heeft niks met je woonsituatie te maken. Maar ik ben van deze tijd. Ja. Ik ben van deze tijd. Ik ben uitdagend. Mm-hmm. Ja. Ja, vind ik wel. Ben ik een seksbom? Ja. Oh, er zit een fan. Ja. Er zit een fan daar. Ja. Meneer. Ja. Marianne Weber. Jeetje. Help Ernst een beetje. Waarom? Ze stemmen al zoveel punten. Zit ik in een soap? Nee. Ben ik een lekker ding? Ik ben een lekker ding, ik ben een vrouw, ik ben... Nederlands. Ik ben aantrekkelijk, ben Nederlands. Ja. Bekend van de tv. Ja. Sport. Ben ik actrice sportvrouw. Of een sport? Sportvrouw? Nee. Actrice? Nee. Presentatrice? Nee. Ja. Aha. Bekend... Bij RTL? Nee. Oh, jezus. Hoezo kijk je alleen RTL? Nee. Bij de scherm heeft het met sport te maken, of is het van het scherm? Nee, het is uitdagen. Van het uitdagen. Provoceren. Uitdagen. Irene van der Laar? Uitdaging. Nee. De uitdaging. Angela Groothuis. Ja! Dankjewel. Groot behuisd. Groot huis. Ja. Ruim behuisd. Het vloepte eruit. Ja. Oeh. Ah joh, 8 seconden nog. Het geeft er niks. Nee, ik heb ook eerst gekeken hoeveel seconden ik had. Van de oude rakker. Nou, het was een leuk rondje, jongens. Dank we gaan met z'n allen naar de tweede ronde. De tweede ronde. Oké, Fred. Ja, je weet wat je te doen staat. Ja, help me. Ga je gang. Here you go. Heel goed. Doe je best. Helmoet. Beter kan je niet doen. Jouw aanwijzing, alsjeblieft. Fred, u wordt geregeld op de korrel genomen. Ja. En je hebt vaak last van spit. Oh. Daar zou ik ook woest van worden. Zeker.
Oké, Fred. Ga je gang. Helmoet, ben ik om te schieten? Ja. Ja. André, ja. Heb jij thuis? Ja. Ja. Dat dacht ik wel. Nee, ik heb niet thuis. Een stukje heb ik wel eens thuis. Goed. Ja. Een stukje. Ja? Word jij er ook woest op? Aanwijzing. Ernst. Als ik last van spit heb, word ik woest. Helmoet. U bent een tikkeltje wereldvreemd. Je moet een beetje op je woorden passen. Het spijt me. Je bent dan ook nog niet ontgroend. Je bent nog niet ontgroend. Nee. Je hebt een hoop in je mars. Zeker. Ga je gang. Mag ik beginnen? Ja, graag. Ernst Daniel Smit. Ja. Ben ik een diertje? Dat is niet belangrijk. Nou. Ja, want dat weten we niet. We weten het. Ik wil het toch graag weten. Wij weten het zelf niet. Doe niet de zaak. Helmoet, een begrip. Nee, u bent geen begrip. Vindt u dat een begrip? Nee. Ja. Nee, niet echt. U, hoor je het? U. Ja. Beetje respect, ja. Vindt u het goed als ik verder ga? ben ik eetbaar, Helmoet Slotti? Misschien. Nee, maar dat weet ik. André, heb jij mij thuis? Eerlijk. Nou. Misschien. Het is. Nee, is ook, nou ja, oké. Ze hebben eerlijk geantwoord op al je vragen. Ga je gang, Annette. Ja. Helmoet. Ja, jij zei het nogal opzienbarend. Lachwekkend ook. Ja. Helmoet, ben ik. Nee, wacht even. Ik krijg nog drie aanwijzingen. Helmoet, ga je gang. Ja, inderdaad. Ik heb het nog niet durven zeggen vandaag, maar u bent inderdaad adembenemend. Maar, Annette, je leidt een leeg bestaan. U leidt een leeg bestaan. Ernst? Je bent een innemende persoonlijkheid. Een innemende persoonlijkheid. En bedankt, Ernst. Annette, ga je gang. Je hebt 30 seconden de tijd om je Wat is het? We zijn tijd aan het verspillen. Oh, ik ben oh ja, Helmoet, ben ik tastbaar? Wat zegt u? Ben ik tastbaar? Ik denk het wel, ja. Oh, ben ik binnen of buiten? Binnen? André? Niet bij u. Kom op nou, wat kan ze daar nog dat mee? Dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe. Niet toe. Ja, nee, doet sorry, toe. Ik praat voor de beurt. Goed. Ja, misschien moeten we nu eens een schot voor de boeg. Het schiet ontzettend op. We gaan een schot voor de boeg geven. Fred, enig idee? Enig idee? Nee, eigenlijk niet. Mooi. Mooi. Ben ik een jachthond? Een jachthond. Dat is niet zo slecht. Dat vind ik niet gek. Hè? André, waarom zeg je nou niks? Nou ja, ik vind het niet slecht. Maar het is niet goed, hè? Geen jachthond. Annette. Ik heb geen idee. Adem, benedemd, innemend. Iets wat je inneemt. Ja? Of misschien adem, een pilletje. Ja, iets van een pil. Nee. Medicijntje. Nee. Nee. Nee, die heb je dan niet meer nodig. Ron? Ik dacht... Ja, er is een telefoon voor je. Ik dacht, je bent niet ontgroend. Ik dacht, Kermit de Kikker. Nee? Heel jammer. So sorry. Never mind. Extreem korte huwelijken. Nou,
wordt al geparkeerd. En welkom terug. Bij wie ben ik? Nou, we hadden 3 keer een schot voor de boeg. Ja. Niets was goed, maar we hadden wel een paar keer... Ja, warm, hè? Ja, we zitten er dichtbij. Twee van jullie zitten er echt al op de goede weg. Een klein aanwijzing. Dus we gaan nu naar de voorwerpen. Wellicht helpen die. Heel graag. Eerste voorwerp, Fred, is voor jou. Voor Fred. En daar ging het. Zeg, wat is dat leuk. Zijn dat bitterballen? Nee. Truffels. Truffels. Is dat eten? Wat zie je daar? En je moet kijken hoe ze eruit ziet er leuk uit, Claudia. Is het zonder calorieën? Ja. Oh, oké. Komt het uit de Showbiz City? Mag het niet hebben van een dokter? Kan het eten. Hij is geen Monty Hackett. Eet jij dat, André? Is het een paar of twee? Twee? Helmoet? Ja, heel goed. Zeg. Zo, nu bent u weer heel even tam. Ja. Nou, ga je gang, je hebt 90 seconden. Kom ik veel in bossen voor? Ja. Ja. En er wordt op mij wel gejaagd. Ja. Dan ben ik een wild zwijn. Ja! Ja. Heel goed. Truffels. Truffels. Die zwijnen zoeken truffels, hè? Ja. Ja. In Frankrijk is dat. Moet je eerlijk zeggen, dat wist ik niet, maar dat schijnt zo te zijn. Wist, maar dat hoor ik nu even wel. Van Fred. Jij wist het wel? Ja. Lekker eten. Je hebt het geraden, Fred. Een last van spit. Wat zou je dan zeggen als je een oppasser zat? Dan zou ik zeggen, tering uit wild zwijn. Ja, lekker. Zo, hé. Kleine albas. Ja. Nee, lekker, hè? Jij bent er vanaf. Ja. Ik ben er vanaf. Lekker gevoel. Ik weet hem. Nou, wij nog. Ja. Ben je klaar voor Ron? Maar ik, jawel. Ik help je, Ron. Dankjewel, Fred. Okay. Ron, let op. Dankjewel, Jan en Guus. Guus van Kammen. Guus? Ja, Jan en Guus, hè, trouwens. Zijn geen cd's allebei. Van? Nee, zijn geen cd's van. André? Hallo. Heb je nog een aanwijzing erbij? Ja, ik heb een aanwijzing. De aanwijzing is... Wat is eigenlijk jouw dagschotel? Wat is jouw dagschotel? Nou, ga je gang, Ron, kom op, ik heb net even overlegd met Annette en met Fred. Ja. Wij denken dat het iets te maken heeft met buitenaardse verschijningen. Omdat je hebt een hoop in je mars. Je bent niet ontgroend. Dus een groen marsmannetje. Tikkeltje wereldvreemd. Nou is nog de vraag, ben ik een marsmannetje? Nee. Ben ik een... Warm. Een vliegende schotel. Ben ik een... buitenaards wezen. Buitenaards wezen. Ja! Buitenaards wezen. Wat zijn jullie goed allemaal Ja, maar... Jemig. Het is de combinatie. Het is de combinatie. Een goed team moet van alles wat hebben. Nou, ja, wij wel. Hebben van alles nou, wat. Top. Ook goed geraden. Ik kan niet tegen mijn verlies. Nee, ah ja, als het maar gezellig is, zeggen we altijd hier. Annette, we gaan naar jouw voorwerp. Wat is dit mooi. Heb je je vriend meegenomen? Ja. Ja, hij lijkt op iemand. Ik zit ook te kijken. Echt goed, hè? Dat is fantastisch. Ai. Jouw aanwijzing voor Annette nog? Ja, zo safe als een huis. Ja. Ortega, jij. Zo safe als een huis. Safe als een huis. Politicus, ja.
Ga je gang. 90 seconden. Bedankt, Ernst. Zeven zelfs. Ben ik dood? Nou, het is wel... Safe. Het is een beetje dood, ja. Door zeven. Het is wel gezelliger dan dood. Nee. Het is iets gezelliger dan dood. Ja. Door zeefd? Nee. Een leeg bestaan in. Door zeefd? Innemende persoonlijkheid. Adem-nemend. Het heeft met drank te maken. Innemend. Ja, iets met innemend te maken. Ja. Drank? Nee. Drankje. Wel drank, nee, zeg je? Nee, absoluut niet. Zuurstof? Nee. Zuurstof? Nou ja. Nee, ja, indirect. Ja, maar... Indirect. Sigaret? Nee. Lucht. Nee. Daarna misschien. Rook. Daarna misschien. Je ziet er nogal opgeblazen uit. Ja, dat vind ik ook. Dat is een nadeel, hè? Ja. Je wordt zelden bij de neus genomen. Adem ben ik de neus genomen. Zelden bij de neus. Denk aan je voorwerp. Denk aan het voorwerp. Ballon. Is een ballon. Ja, je bent zo safe als een huis. Oh, safe, zeg ernst. Safe sex. Ja, bijna. Safe sex. Condoom. Nee. En wat? Condoom. Zeven. Ik zeg niks meer. Zeven als een huis. Zeven als een huis. Wacht. Je bent niet voor één gat te vangen, ja, hè? Ja. Bedankt, Ernst. Je bent een luchtig persoon. Nou, jongens. Je hoeft niet op dieet. Nee. Je weegt niks. Je bent een opblaaspop. Een opblaaspop. Oh, dat moet je jammer. Daar houden we ons heen. Ik denk dat het gratis is. Daar houden wij niet van. Dat soort. Ja. Nou, leuk. Heel leuk. Heel leuk. Ja. Nou, laten we dan maar heel snel naar de derde ronde gaan. Ja. Nou, luister eens. Shh. Wat hoor ik? Stil nou even. Zijn we al begonnen? Ja. Die opblaaspop, die leegloopt. Weer een opblaaspop. Ja, die leegloopt. Goed. Ja, dat mag ik niet zeggen. Dan moet jij met de captain raden. Zijn wij bij het laagst? Ik zal je vertellen, jij mag als eerste, ja, jij mag als eerste beginnen. We zijn bij het laagst. Ja, ze hebben 137 punten. Ja, natuurlijk. 101. Echt waar? Maar ja. Ja. Nou, André, kom op, je kan het. Ja, nou ja, wat horen we? Een soort schuimrubber, gekraak. Volgens mij was dat je opblaaspop. Ja. Even vragen stellen. Is het knijpen in rubber iets? Nee. Nee. Heeft het te maken met voedsel? Ja. Voedsel? Is het het schoonmaken van voedsel? Nee. Nou, het is ook niet het opeten van voedsel. Nee. Nee. Het zoeken van voedsel? Nee. Het de grond halen van voedsel? Nee. Ah, lekker. Uit de grond halen van voedsel. Die varkens en die truffels. Wij doen dat in de ijskast. Ja. Leuk, hè? Hij denkt ook echt... Is de telefoon voor jou? Doe jij even open. Geen idee. Jawel, kom op. Denk nou even na. Ja, voedsel, maar het is niet uitpakken. Het is niet... Voedsel. Bereiden. Bereiden van voedsel. Nou, wacht. Hè? Nee, hij is nog. Hallo. Ik ben nog. Hij is hallo. Nou. Nou, kom dan. Ja, wacht. Ik wacht. Nou, wat had je nou? Ik krijg een aanwijzing, ja, volgens mij. Toch, jongens, die minuut is al voorbij. Ja, ja. Hallo, Wim. Sorry, ik had hem al. Goed, die krijgt een aanwijzing van mij. Ja. Dit is absoluut bestemd voor halve zolen. Voor wat? Halve zolen. Ken je de halve zolen? Halve zolen. Dan... Je hebt 15 seconden, hè? Ja. Kom op, kom heeft op, het te maken met drank? Ja. Ja. Is het, het persen van druiven met voeten? Je bent erbij. Hey, Claudia! Ja. Grand Cru. Kijk eens. Lekker. Klauw, even doortrappen. Grand Cru. Ja, is goed. Ik hoorde het aan de voetjes. Ja? Ja. Aan Claudia de voetjes? Ja. Proficiat. Ja. Merci. Elmoet. Jongens, ik heb toch zo'n leuk cadeautje. Ja. Dat meen ik nou, echt. Het zijn sandalen of een fles wijn. Ik zeg het niet elke week, maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik weet dat mijn vriend Ron houdt van een lekker stukje kaas. Ja. Ja? En kaas moet gesneden worden. Ja? Oh, wat leuk. Kijk eens. Kijk eens. Oh.
Oh, vind je dat nou niet enig? Ja. Ja. Jolie. Is er ook de mesjes? Kijk. En dan snijden het zo. En dan op zijn Frans, hè, dan prik je zo een stukje kaas en dan kan je het aan iemand geven. Vind je niet enig? Heel leuk. Hoe jij het toch elke week weer weet te vinden. Ja, en er zijn, jullie moeten het zelf maar verdelen wie de muisjes wil en wie de stukjes kaas. Nou, leuk is die, hè? Feliciteerd. Eerlijk is eerlijk. Ja. Jij mag. Feliciteerd. Jij mag. Eindelijk een leuke prijs. Eindelijk. Kijk eens, kijk, zullen we ook allemaal zien. Wij gaan bedanken voor het trappen op de druiven. Claudia. De muis. Ernst Daniel Smit, dank u wel. Graag tot de volgende keer. Fred, fijn dat je er was. Rembrandt, graag tot de volgende week. En Annette, tot de volgende keer. Dames en heren, wij zijn er weer helemaal doorheen. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Wie ben ik? Graag tot dan. Dag!